Ik ben Marnix Loontjes en ik rij vandaag in een Citroën Traction Avant, een 11 pk uit 1951. De auto heeft in heel zijn leven is eigenlijk in Frankrijk geleefd, in het plaatsje Bordeaux. En sinds de jaren 90 is hij teruggegaan naar Nederland en ik heb hem gekocht van de eigenaar die in Bergen-op-Zoom woonde. De auto is volledig gerestaureerd in het jaar 2003 en ik heb hem eigenlijk in deze staat gekocht. Echt heb ik wel technisch heel wat eraan gedaan. Ja, wat de auto speciaal maakt. Ik ben eigenlijk altijd wel een Traction Avant fan geweest. Ik vond het een hele mooie auto met van die klassieke lijnen. Ik vind het zo'n gaaf model en de techniek is ook revolutionair voor zijn tijd. De auto was namelijk zo revolutionair dat hij zelfs failliet ging in 1934, André Citroën. Ik vind heel graaf de spakborden heel groot boven de auto heen steken. Dat vind ik echt een heel gaaf element van de auto. Wat ook heel gaaf is het embleem van de Citroën. Het is een soort een hoofd, vooral. Ja, dat vind ik wel een gaaf detail van de auto. Wat wil ik meegeven aan beginnende oldtimer liefhebbers? Koop iets leuks en iets unieks. Er rijdt wel heel veel van hetzelfde rond, maar er is nog zoveel te vinden.